Ja, Bart Nieuwkoop, dan speel je eindelijk weer een keer, maar ja, blij ben je natuurlijk allerminst. Dit is voor elke Feyenoord vreselijk. Ja, dit is gewoon op zijn zacht kloten. Wat kun je dan zeggen na een zevende nederlaag op rij? Dat is bij deze club nog nooit gebeurd. Het is bizar. Wat kun je dan zeggen? Ja, vrij weinig. Helemaal na de wedstrijd niet zo kort. Ja, ik heb er weinig op te zeggen eigenlijk. Het is gewoon kut. Is er iets wat je wel kan zeggen, wat vertrouwen kan geven, ook richting de achterban van hey, we gaan hier daadwerkelijk uitkomen nog dit seizoen? Ik denk dat iedereen wel het gevoel had dat we op de weg terug waren eigenlijk naar die winst op Roda. En dat we te weinig pakken tegen Ajax. Maar we werken ook gewoon keihard en ik denk dat je dat ook in de wedstrijd ziet. Je ziet niemand met zijn kop naar beneden of we gaan tot de laatste minuut. Alleen, we hebben zoveel kansen nodig voordat we eindelijk scoren en dat is ook vandaag gebeurd. En ja, we geven gewoon te makkelijk goals weg. Dat was hier ook weer in de eerste helft. En sowieso, je keeper houdt jullie nog op de been. Want het had echt een ruime score kunnen zijn bij de rust. Dat defensieve aspect was vandaag wel weer zorgwekkend. Dat was anders dan bij Roda en bij Ajax. Ja, dat is waar. Maar ook, ja, wat ik zeg, we creëren gewoon veel kansen. Ook de tweede helft. We spelen veel op hun helft eigenlijk. En ja, hij valt niet. En dat is gewoon zuur. En dan verliezen de bal één keer op de middenlijn en één keer helemaal voorin na een inworp. En dan ligt hij gewoon daarna, na een paar seconden, ligt hij netje bij je tegenstander. Dus dat mag gewoon niet gebeuren. Moet er iets veranderen na zo'n reeks, ongeacht wat het is? Dat is lastig te zeggen op dit moment wat er moet veranderen, maar ik denk wel dat er iets moet veranderen, ja. Nou is er al heel veel geprobeerd, hè? Heel veel wisselingen in het team. Af en toe noodgedwongen vanwege blessures, daarom stond jij er vandaag in. Ook qua tactiek is er veel gewisseld. Ja, dat zoeken, dat blijft ook maar. Jullie zijn echt zwaar, zo zoekende naar dat resultaat. Ja, ik denk dat het ook logisch is als je veel verliest, dat je het koste wat het kost wil winnen. En je resultaat halen, maakt niet op welke manier, maar het moet gewoon gewonnen worden. Dus ja, daarom. Is de beker eigenlijk de enige houvast die er nog is voor dit seizoen? Is dat een trieste conclusie die we vandaag hier in Zwolle moeten trekken? Ik denk dat dat wel de trieste conclusie is die je mag trekken hier. Ja. De play-offs, daar zit niemand op te wachten, maar daar gaat het echt hard op af. Behalve als je inderdaad die beker wint. Ja, klopt. We moeten gewoon, we moeten sowieso in de competitie beter gaan presteren. Dat de allereerste. We moeten gewoon volop zetten voor die beker en die moeten we gewoon pakken. Ten slotte, je komt net uit die kleedkamer ook. Zijn er harde woorden gevallen? Dat is in deze reeks al een paar keer gebeurd natuurlijk ook. Of begint er ook daarin een gelatenheid, een verslagenheid te komen? Nou, natuurlijk vallen er harde woorden in het begin. Maar daarna is het ook vooral iedereen voor zichzelf nadenken en stil. Maar er worden zeker harde woorden gevallen. Maar ja, hoe je hierop moet reageren, is iedere week hetzelfde. Dus het is gewoon kut.